Je bent inmiddels een paar maanden in dienst van Sparta. Hoe bevalt het hier zo bij de club? Ja, ik heb het heel erg naar mijn zin. Ook natuurlijk omdat we hebben een goede sfeer nu. We staan zesde, denk ik. Dus de sfeer is in ieder geval goed, dus dan ga je daar zelf ook in mee. Je kwam van de zomer over van FC Volendam. Daarmee verhuisde je ook naar Rotterdam toe. Hoe is het om in Rotterdam te leven nu? Het is even wat anders dan een dorp. Maar het is echt een leuke stad. En, leuke mensen, dus ik ben helemaal op mijn plek. Het went wel na wat maanden? Ja, na een maandje of twee is het wel gewend, ja. Met Sparta maakte je ook je debuut in de Eredivisie. Wat is het niveau van de Eredivisie? Zit er een groot verschil tussen? Ja, het is natuurlijk, het gaat allemaal wat sneller. Intensiteit is hoger. Maar ik denk dat je daar al best wel snel in meegaat. En voor nu toe is het goed gegaan. En de wedstrijden die je gespeeld hebt, ben je ook erg tevreden over? Ja, zeker. Ja. De nul gehouden twee keer, dus dat is voor mij belangrijk. Ja, dan wacht donderdag een wedstrijd in de beker tegen OSC. Heb je zin in de beker of zie je het meer een beetje als een verplicht nummer? Nee, ik denk dat wij sowieso rondes verder willen. Dus deze moet je dan ook gewoon serieus benaderen. En wij willen zeker winnen donderdag. Dan moet je in de eerste ronde tegen OVC, een amateurclub. Is dat fijn om daar tegen te spelen of had je liever gelijk een profclub getroffen? Ja, ik denk niet dat het heel veel uitmaakt. Ik denk dat je ze allebei even serieus moet benaderen, want je weet wat er in de beker allemaal gebeurt. Dus ik denk niet dat het heel veel uitmaakt. In tegenstelling tot de clubs die je normaal natuurlijk wekelijks op tv ziet spelen, heb je OVC waarschijnlijk nog niet heel veel zien spelen dit seizoen. Hoe kan je je dan voorbereiden op deze wedstrijd? We hebben wel wat kleine beeldjes kunnen opvangen, ook tegen de wedstrijd van tegen Jong van Lam vorige week. Dus eigenlijk gewoon van je eigen spel uitgaan en dan zie je het wel morgen. Zijn er nog spelers bij Jong van Lam die jij persoonlijk kent, die je nog naar gevraagd hebt naar deze wedstrijd? Nee, ik heb niet echt wat gevraagd, want ik denk dat we gewoon vanuit ons eigen spel moeten uitgaan. Je zei het zelf al eventjes, in de beker gebeuren altijd verrassingen, amateurclubs die profclubs uitschakelen. Hoe zorg je ervoor dat jullie niet overkomt morgenavond? Nou, ik denk dat je gewoon niet moet onderschatten. En serieus nemen, denk ik, vooral dat. En dan win je deze hopelijk gewoon met ruime cijfers. Sparta is natuurlijk bezig aan een goed seizoen in de Eredivisie, wat resulteert in een zesde plaats. Zeker met de brede selectie die we hebben, kan Sparta dan ook hoge ogen gooien in de beker, denk jij? Nou, ik denk natuurlijk dat we top 10 moeten kunnen halen. Helemaal met zo'n brede selectie. Je ziet ook de invallers die erin komen, dat maakt geen verschil uit. Dus we doen het goed en hopelijk kunnen we dit vasthouden. Veel succes morgenavond. Dankjewel.